Robin, 3 gespeeld, 3 gewonnen. Hoe ging het? Ja, goed. Er zijn verbeterpunten. We kunnen beter serveren, beter blokkeren. Wat net is, zijn er bepaalde dingen. Maar uiteindelijk ben ik gewoon blij met de 3-0 winst. En we geen setverlies. Dus dat is belangrijk. We speelden vandaag tegen Kroatië. De Diagonaal Fabri speelt bij jou in Team Italië. De coach is jouw coach. Was het bijzonder om hun tweeën te treffen vandaag? Ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ik vond het ook heel erg leuk dat ik mocht spelen. Het voelt toch wel even, het is een iets ander gevoel. Het is grappig en ook wel even tussen de wedstrijd, onder het net deur, oogcontact met ze en leuk. Is dit de uitslag die je verwacht had of had je meer tegenstand van Kroatië verwacht vandaag? Ik heb tegenwoordig helemaal geen verwachtingen. Dit is een uitslag waar ik op had gehoopt. Wat op zich ook wel had gemoeten, zeg maar, denk ik. Als je kijkt naar de wereldranglijst of de Europese ranglijst. Maar op het moment ben ik gewoon bezig met hoe wij zelf spelen. En ik denk dat aanvallend dat wij goed hebben gespeeld. En zoals ik zei, er zijn gewoon nog een aantal andere dingen waar we aan moeten werken. Maar het is fijn dat we zo het toernooi in kunnen groeien. Dus hopelijk dat we daar dat ook beter gaat zijn gaandeweg. Even over jou persoonlijk. Je bent deze zomer iets later ingestroomd. Hoe is het om nu weer in het veld te staan? En wat vind je van je eigen spel op dit moment? Ik had eigenlijk niet verwacht dat het me zoveel zou doen toch nog. Dat het oranje shirt me toch nog zo'n speciaal gevoel mee zou geven. Dat zegt iedereen wel, maar eigenlijk merk je dat pas als je er dus uit bent geweest. Het voelt wel. Ik ben me er wel bewuster van. En verder ben ik gewoon nu toch wel heel erg blij dat de afstemming met de set is, dat beter loopt. Ik merk dat ik mijn hoogte, mijn kracht en mijn snelheid iets meer terugkrijg. Dus wat dat betreft zijn er genoeg frustrerende momenten geweest gedurende de zomer. Dat ik gewoon niet blij was met mezelf, met mijn fysieke toestand. Ik denk het allemaal. Ik ben gewoon blij dat nu uiteindelijk dat het toernooi begonnen is, dat het gewoon goed is. Mooi, op naar de laatste 2 wedstrijden. Dankjewel. Ja.